Hij zit er weer op, de zomervakantie. Niet alleen voor ons, maar ook voor de leerlingen van de Rotterdamse Ibn Galdoen. U weet wel, de islamitische scholengemeenschap met diploma-garantie. Want na een bewogen zomer en een nieuw slot op de kluis opende de school vandaag gewoon weer haar deuren. Dag school, daar ben ik weer. En ik heb je weer zoveel te vertellen. Goedemorgen, meneer. Oh. Hey, doe eens even normaal. Wat doet hij nou? Niks. Nee, hij is heel flauw dit. Loop maar lekker verder. Je weet wel dat het hier heel erg makkelijk examen doen is, of niet? Ja. Oh, dat weet je wel. Ja. Dat is wel lekker, hè? Ja. Ik was hier ingeschreven, maar ik wist niet dat dat zou gebeuren. Toen kon je niet meer terug? Ja. Was je anders naar een andere school gegaan? Ja. Nee, juist niet. Ik heb zoiets van negatief. Het was negatief, maar het kan een positieve start beginnen dus. Je dacht niet toen je hoorde wat deze school, wat hier allemaal gebeurt, ik ga misschien naar een andere school? Ja, dat dacht ik ook. Dat wou ik eigenlijk ook. Maar ja, ik werd eigenlijk soort van gedwongen om naar deze school te gaan. Door je vader? Ja. Zo? Hij werkt ook hier, dus hij wil gewoon opletten. Oh, hij werkt hier? Ja. Welk jaar zit je dan? Ik weet niet. Je weet niet in welk jaar je zit? Nee. Nou, dan zal ik maar examen kopen. Als je al niet weet in welk jaar je zit, dan heb je dat wel nodig. Wil je wel grappig zijn? Ja. Of voor plezier.